De bedrijven doen er goed aan het nieuw bonussysteem in te voeren om het ondernemerschap van hun werknemers, de betrokkenheid van hun werknemers bij de realisatie van de bedrijfsdoelstellingen te stimuleren. De nieuwe regeling is heel flexibel en laat een bedrijfseigen invulling van doelstellingen toe. En dit kan gaan zowel om financiële als niet-financiële doelstellingen. Maatwerk is dus mogelijk. Op de bonus van maximaal €2.200 per jaar betaalt de werkgever een bijdrage van 33%. Die bijdrage, als ook de bonus, is volledig aftrekbaar in de vennootschapsbelasting. De werknemer van zijn kant betaalt helemaal geen belasting, noch sociale zekerheidsbijdrage. Voor de werknemer is bruto in dit geval dus netto, en dat is meegenomen voor de koopkracht.